Laat maar zien, laat maar zien. Maar dat is ook lastig. Oeh! Was geen vreefie. Was geen vreefie. Nee, was geen vreef. Was geen vreefie, hoor. Was die met de vreef voor jou? Ja, tuurlijk was dat een vogel met de vreef. Icons voetbal. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van Copy the Shot. Het is een heel simpel item. Spelers van de tweede divisie moeten dadelijk een penalty nemen, maar dat doen ze aan de hand van de ingezonden beelden. Dus die moeten ze gewoon kopiëren. Heel simpel, en dat doen we vandaag met Boy van der Beek en Robin Jansen van de Treffers. En dat nemen ze op tegen Luc Gietelink. Let's go! Boy, Robin, welkom. Hebben jullie er zin in? Zeker. Mooi. Dan gaan we ook snel beginnen. Boy, jouw eerste fragmentje. Ja. Kijk. Ja, wat druk, hè? Ja. Maar die is knap. Dat doe je niet. Dat is een goede goal. Die snel na, maar ja, we gaan toch. Ik heb het zelf nog nooit gedaan. Nee. Ja, Robin, daar komt hij. Jouw fragmentje. Laten we beginnen. Let's go. Ja, nou. Die leek er wel heel erg op. Ja, dat was. Nu wil ik jou wel eens even zien. Ja. Laat maar zien. Oké. Ja, boys. Zoals jullie weten ben ik de jury. Dus ik bepaal. En ik moet eerlijk zeggen, er heeft wel één iemand duidelijk gewonnen voor mij. Ik moet zeggen, jouw sliding die leek er heel erg op. Alleen de bal ging niet de richting zoals die in het filmpje ging. Dus ik moet de punten geven aan Boy. Dankjewel. 1-0 voor Boy. Maar die van Boy was ook wel heel makkelijk eigenlijk, hè? In vergelijking met... Ja, moeilijkheidsgraad lag iets lager. Precies. Volgens mij. Boy, jouw fragmentje. Laten we even kijken. Kijk, dit is een balkunstenaar. Dit is een balkunstenaar. Ah, ja. Ik moet zeggen, het is jammer dat er geen keeper in goal stond, maar... Die had hem ook echt niet gehad, hoor. Nee. Kom maar. Ja, netjes. Onverwacht ook. Ja. Op je buitenkant. Ja. Ja, toch? Ja. Ik dacht dat hij er alleen maar mee kon lopen. Ja, oké. Robin, in jouw fragmentje. Ben je er klaar voor? Ja. Ah. Kijk, dit zijn vaak momenten. Deze zijn wel te doen, hoor. Dat is wel beheerst, ja. Deze is wel te doen. Kijk. Ja. Volgende. We gaan nog eens even kijken. Makkelijk, hè? Oké, ik moet in ieder geval punten gaan uitdelen. En ik ga toch weer naar Boy. Nee. Ja, ik ga toch weer naar Boy, want hij scoort hem wel, weet je. Die van jou, die van jou gaat zo lelijk erin. Die van hem was door de lucht, die van jou ging over de grond. Ja, en die van jou ging bijna door het midden. Ja, die ging wel ook in de hoek, hoor. Ja, niet helemaal, maar oké. Ik stem deze voor Boy. Okay. 2-0, maar je hebt nog alle kansen. Ja. Want we gaan weer naar het volgende fragmentje toe. Het volgende fragmentje kan je ook 3 punten scoren. Dus de eerste is voor Robin. Kijk eens. Gewoon met links. Oké. De volgende. Alleen maar met links, joh. Ja, linkspootje, linksbekkie, hè. Mag ik je wel met rechts doen, hè? Ja, we zo weinig mensen wilden. Ik heb hem net met rechts geschoten. Kijk eens, volgende, Boy. Zo. Ik deed hem in één keer, hè. Degene die dit het best doet, krijgt 3 punten. Laten we beginnen. Laat maar zien. Was geen vreef. Ja, tuurlijk was het een pegel met de vreef. Ja, boy. Laat maar zien, jongen. Voor de 3 punten. Winst of verlies is dit, hè? Winst of verlies. Hij zegt net, schilder niet veel. Was gewoon een meter over. Maar ik moet de 3 punten gaan uitdelen. En degene die de 3 punten heeft, heeft dan ook gelijk gewonnen. Dus ja, dat is wel... Kijk, ik zeg het eerlijk. Bij jou was hij 3 meter over. En bij jou was geen echte vreeftrap. Dan moet ik punten uitdelen. En dan ga ik die toch geven aan degene die toch het netje wist te raken. Robin Jansen. 3-2. Terecht gewonnen, hè? Ja. Terecht gewonnen! Ja. Je zegt het zelf al. Dus ja, wat moet hij gaan doen? Ja, we gaan kontje branden, toch? Kontje branden? Ga maar even staan. Ik ga staan, joh. Kijk hem lopen. Kijk hem, wat? Waar ga je helemaal heen? Kom maar.
Hij heeft niet eens billen om te raken. Nou! Deze was er echt lekker op hoor. Die was een goeie, hoor. Deze was echt lekker hoor. Mannen, bedankt. Luc, ook bedankt hè. Hoeveel heb je er gehouden? Eentje volgens mij. Maakt niet uit joh, knippen we het eruit joh. Vonden jullie het nou een leuke aflevering? Vind ik het hartstikke leuk als je even de like button hit. Abonneert op ons YouTube kanaal. Uiteraard ons volgt op Instagram. En binnenkort zijn alle samenvattingen weer terug te zien op icons.com. Hartstikke bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.